We gaan naar een of ander huis. Goeiedag, mag ik met alle eenvoud van hart vragen of dat we hier te gast mogen zijn? Natuurlijk, welkom. Dank u. We zijn hier te gast bij Maria en Renild. Zouden jullie misschien zichzelf eerst eens willen voorstellen? Ik ben Maria de Rijk. Ik ben eigenlijk mijn carrière in het onderwijs ben ik begonnen in de parochie in Hulte. En ik heb daar met de tijd de parochietaken, de coördinatie een beetje op meegenomen. En dan zijn we in de toenmalige federatie zijn er gesprekken op gang gekomen om over te gaan naar de pastorale eenheid. En aan die voorbereiding heb ik meegedaan. En toen was het eigenlijk niet mijn bedoeling om in het beleid terecht te komen, maar toen de vraag uiteindelijk gesteld werd om verantwoordelijke liturgie en gebed te zijn, heb ik daar dan toch maar ja op gezegd. Uiteindelijk wel met volle goesting, hè, maar dat was wel iets heel anders dan dat ik in mijn gedachten had. Ja, ik ben Renild, Renilde de Hazevoets. Ik ben pastoraal werkster. Sinds 90 als vrijwilliger actief in de parochie. En in 95 dus de opleiding gevolgd. En sinds 2000 dus als vrijgestelde hier in de toenmalige federatie. En dus bij de overgang naar de pastorale eenheid is mij dus ook gevraagd om verantwoordelijke te zijn voor catechese en verkondiging. Iets dat ik eigenlijk trouwens al doe van in 2004. En vandaar dat wij dus samen in het team zitten. Oké. Dank u wel. Ja, klopt het, we zijn hier in een dorp met meer dan 3000 inwoners. Ik denk dat wel, want als ik de flyers laat maken, heb ik 1500 bussen. Dus er zitten in elke bus wel meer dan 2 personen. Dus daar komen we zeker aan. In deze pastorale eenheid, we maken ineens de link naar onze handelingen. Zijn hier eigenlijk veel doopsels? Minder dan vroeger. Maar eigenlijk op de buiten zijn er toch nog wel heel wat jonge mensen die het toch wel belangrijk vinden om hun kind te laten dopen. En voor jullie zelf, wat betekent dat om gedoopt te zijn? Hoe geven jullie vorm aan uw leven als gedoopte? Voor mij betekent dat gedoopt zijn. Gedoopt zijn in de naam van Jezus. Dus Jezus echt leerling van Jezus zijn. Weten wat hij gezegd heeft, wat hij gedaan heeft. En eigenlijk heel hard mijn best doen om net als hem er te zijn voor anderen. Ja, een beetje. Ja, Jezus was iemand die eigenlijk door de ogen van God naar mensen keek. En ik probeer dat. Dat lukt niet altijd, maar ja, tot leerling van Jezus zijn. Dat is voor mij eigenlijk de essentie van gedoopt zijn en zo ook vanuit de liefde leven. Ik vind vooral openstaan voor de boodschap van Jezus. Ik vind het heel belangrijk dat we daar mee bezig zijn en dat we daar tijd voor maken en dat we dat ook in de praktijk brengen. Dat we ruimte maken om mensen ja, te ontmoeten en er ja, tijd voor maken om naar te luisteren naar hun verhaal. Jullie doen dat allebei, onder andere ook vanuit het team van de pastorale eenheid. En in zo'n pastorale eenheid is ja, het vormen van gemeenschap ook wel enorm belangrijk. Wat betekent voor jullie die gemeenschapsvorming hier op deze plek? Ja, we proberen zoveel mogelijk de verschillende, hè, want uiteindelijk zijn de parochies, de parochiekernen nog wel heel belangrijk. We proberen die zo goed mogelijk
te begeleiden of te helpen, vooral in liturgie, door daar te zorgen dat daar de mogelijkheid is om vieringen te doen. Dat is niet meer zo vanzelfsprekend om in elke parochiekern elke zondag een viering te hebben. Dus daar proberen we zorg voor te dragen en ook naar de kwaliteit van die vieringen. Daar hebben we het voorbije jaar aan gewerkt, omdat een beetje, dat hoeft niet op in alle kerken hetzelfde te zijn, maar omdat toch dat mensen zich overal thuis voelen. En we proberen ook gemeenschappelijke vieringen te doen, maar ja, dat is nu even niet meer van de orde, hè, met de huidige tijd. Dus, maar we hopen dat dat wel terugkomt, want het is toch wel iets heel anders dan je met 30 of 40 in een kerk zit, of je hebt een volle kerk waar dat je kunt samen zingen. En, ja. Voor mij, gemeenschap, wat Maria zegt, daar sta ik 100% achter, en ook zo de verbondenheid mogen voelen. Verbondenheid met andere mensen. En wat ik eigenlijk ook heel belangrijk vind, is dus eigenlijk onze kinderen, of al diegenen die erop staan, de Bijbel leren kennen. Die verhalen van de Bijbel. Ja, dus eigenlijk, ja, zoals Paulus, hè, verkondigen. Hè. Omdat, als je de Bijbel kent, als je de verhalen, als je erin kruipt, dan word je als het ware uitgenodigd om eigenlijk net als Paulus op weg te gaan en gemeenschap te vormen met andere mensen. Zeg, in zo'n gemeenschap, in een gelovige gemeenschap, is gebed ook wel een belangrijk element, denk ik. Is daar voor jullie zo, ja, dat gebed, krijgt dat in uw eigen leven plaats? En is daar een band tussen persoonlijk gebed, het gebed van de gemeenschap? Kunt je daar iets over vertellen? Persoonlijk gebed, mijn bidden, ik bid niet met gebeden. Mijn manier van bidden is communiceren met Jezus, met God. Morgens bij het begin van de dag toevertrouwen en 's avonds even terugkijken en zien wat was er goed, wat was er minder goed. Maar ik vind het eigenlijk ook wel heel belangrijk om, bijvoorbeeld als wij vergaderen, ik vind dat belangrijk om dus met een gebed of een bezinningstekst te beginnen. En die bezinningstekst, een bezinningstekst die over God of Jezus en over mensen. De waarden zijn ook belangrijk, maar ik vind God of Jezus moet daar zeker in komen. Om ons toe te vertrouwen aan hem en aan elkaar. Ja. En voor u, Maria? Ik denk dan bijvoorbeeld, ik mag na de zondagsviering, mag ik nu zo momenteel maar één persoon niet meer, maar dan mocht ik de communiedag, de zieke communiedag dragen. Ik heb dat jaar gedaan bij een meneer, elke zondag nam ik de communie mee naar hem. En dat was dan eigenlijk zo mooi, dus dan nam ik het misplaatje, het plaatje mee dat wij maken voor de vieringen. En dan voorbeden, tot een ontferming en dan samen met onze Vader bidden. En ik vind dat zo krachtig, als een jonge meneer, iedereen noemde die een bompa, dus in mijn hoofd is dat altijd een bompa, dus we dan samen met onze Vader baden. Die is ondertussen gestorven. En nu heb ik de afgelopen 3 jaar heb ik de communie elke zondag naar een vrouw en die was ziek, had zo'n hoogbejaard, een dochter, gehandicapte dochter van mijn leeftijd. En hoe belangrijk dat die dat vinden om dat er al iemand komt die moeite doet om met die communie te komen en dan samen te bidden. Bij haar was dat dan, ging heel veel naar Lourdes en als een vrouw dan baden we altijd wees gegroet. Dus na de corona ben ik met mijn vrouw geweest, dus dan ga ik alleen de hoogdagen. Dus met Pasen, met Pinksteren en nu is het met onze regelvaart dat ik moet terugkomen. Dus dat is heel wat gemist. Hè. Dus en dan bel ik en ja, direct die eerste zondag dat we viering hadden, mocht ik langs gaan. Dus
heel, heel veilig gedaan, maar dan was hij zo blij. We zijn dan samen, hè, want die kan dan niet meer lezen, dus die bijna niet meer. Maar iemand leest voor haar nog altijd het Pargoblad voor, alleen de plaatselijke teksten. En ze is dan dus goed op de hoogte en zo samen bidden. Dat is, vind ik dat echt prachtig dat dat kan. Je maakt daar de link van dat samen bidden met het brengen van de communie naar die mensen. Ja, dat is wel een heel specifieke vorm ook van gebed. Hè. Het breken van het brood, het vieren van de Eucharistie. Wat betekent dat voor jullie zelf? Dat breken van brood in die Eucharistie? Dat is iets, nu met een hele tijd dat niet te kunnen doen in de vertrouwde omgeving, maar via de tv te moeten zien of via de tablet, vond ik toen, besefte maar hoe erg dat je dat dan mist. Zo. Want als je dat dan zie op tv, dat is toch belangrijk, zo niet, dan werd dat concreet mee, maar dan vond ik dat toch, ja, dan denk ik dat doet de mens toch meer dan dat je dat eigenlijk beseft. En je merkt dat ook, hè, aan de mensen. De eerste zondag dat bij ons dienst was, had nergens ingestaan. Bord aan de kerk. En ik dacht even, nu moeten we gaan zeggen, de kerk is volzet. Maar de mensen dat toch wel belangrijk vinden. Dus, maar de Eucharistie komen. Ja, het breken van het brood. Dan moet ik eigenlijk altijd denken, het is... Allee, dat is niet zomaar brood dat je deelt. Hè. Dat is net zoals Jezus bereid zijn om jezelf te delen met anderen. Dus het goede dat je in je hebt, aanwenden om met anderen, om andere mensen ook te helpen. Ja, om dat goede in zichzelf te ontdekken. Breken, breken van brood, breken van leven. Dus lief en leed met elkaar delen, voor elkaar zorgen. Aandacht hebben voor elkaar, ogen en oren hebben. Ja. Elke keer als dat brood gebroken wordt, moet ik daaraan denken. Zo, van, dat is niet louter brood dat je deelt, maar dat is zoveel meer. Zo. Dat is Jezus die zichzelf deelt met jou. Dat is deel hebben aan een groot, groot geheel. Hè, waar je mee in mocht zijn dan. Dat breken en delen in de Eucharistie, dat bidden, dat zijn... dingen waar het ook niet altijd zo gemakkelijk is om daar trouw in te zijn, om dat te blijven volhouden. Is dat ook jullie ervaring? Of ligt dat anders in uw eigen ervaring? Je bedoelt dat dat moeilijk vol te houden is? Ja, soms is dat inderdaad. Als ik kijk naar mezelf, goede voornemens om tijd te maken voor te bidden enzovoort. Maar dat dan ook trouw te doen, dat is niet altijd zo eenvoudig. Ik hoor toch ook wel wat mensen die zeggen van ja, die wekelijkse Eucharistie vinden dat wel belangrijk. Maar ja, er zijn zoveel andere dingen die daar ook tussen komen en die ook tijd vragen. En dan is het soms ook wat moeilijker om daar trouw aan te zijn. Ik weet niet hoe jullie ervaring is met bidden, met de Eucharistie, met ook algemeen, individueel, persoonlijk gebed of samen bidden. Ik vind dat wel heel belangrijk voor mezelf, dat ik elke zondag kan gaan naar voor de communiedienst, Eucharistie. Want bij ons is het nu zo dat niet meer in elke parochie elke zondag een dienst is, maar dan probeer ik toch ergens... Nou, zijn er hier in de buurt nog altijd wel een plek waar we terecht kunnen. Hè? Ik vind dat wel belangrijk dat ik dat doe. Zo. Ja. En ook zo, zeker in de sterke tijden, zo die continuïteit. Ik vind dat als je dan een zondag gemist hebt, dan is daar precies een link uit. Dus, ik vind dat wel belangrijk. En ik vind ook zo samen bidden, want dat is ook... Tijdens die uitzendingen in de coronatijd is dat binnen aan tafel elke dag. Ik denk dat ik er geen enkel gemist heb. Ik vond dat zo mooi en intens. Zo, en misschien was ik dat een beetje verleerd.
Dus en, ja, ik heb dat teruggevonden. Het wekelijks naar de viering gaan is voor mij ook een vanzelfsprekendheid. Ik denk daar eigenlijk gewoon nog niet bij na. De dag is er, het uur is er en we gaan naar de viering. En ja, die verbondenheid, hè, die je dan voelt tussen de mensen onderling. Het samen bidden, het samen zingen. Dat nu even niet mag, maar dat toch ook wel heel sterk kan zijn. Ik vind dat toch, voor mij hoort dat er gewoon bij, naar de viering gaan. Persoonlijk, mijn bed, daar laat ik soms al wel eens een keer in de steek vallen, denk ik. Omdat je er niet altijd de tijd voor neemt. Soms zitten we zo in zo die mallenmolen van het leven. Maar ik merk dat wel, als ik het niet gedaan heb, dat ik er nood aan heb. En dan zorg ik er wel voor dat ik ook in mijn persoonlijke bed terug. Ja. Je spreekt van de verbondenheid in dat bidden. Als je refereert, Maria, jij ook naar de bidden aan tafel en zo. Ja, het belang daarvan om dat samen te kunnen doen. Zo eensgezind bidden en vieren. Hoe verstaan jullie dat? Wat betekent dat echt voor u? Ja, ik vind dat mensen echt moeten kunnen meedoen. Het is, vroeger was dat genoeg dat je aanwezig waart. Hmm. Ja, je ziet, bij ons is dat nog zo, de laatste rij. En nu is dat wat moeilijker, want die moeten ze al vroeger komen, want nu mogen er maar twee per rij. Dus als ze wel laat komen, moeten ze dan wel voor. Dus afstand en laat me gerust. En ik zeg niet dat die mensen niet meebaden, maar zo dat actief meedoen, dat was vroeger zo niet. En dat vind ik nu toch echt wel belangrijk, dat je kunt meebidden, want eigenlijk, dus nu mogen we niet zingen. En bij onze organist komt spelen en haar man die zingt dan, dat is één bubbel en die zit er dan boven. Dus dat kan. En heb ik gezegd in het begin, ja, wat dat en dat, dan laten we de mensen toch antwoorden. Ze daar mooi niet zingen. Hè? Lekker stond de vader, laat ons dat nu maar bidden, dat ze zelf kunnen. En Heer ontfermen, laat ze dat nu maar mee zeggen. Dus dat ze zo het kunnen meedoen, dat daar toch wel bij is. Wat ik soms wel jammer vind, is dus dat de gebeden niet door iedereen met amen beantwoord worden. Dat zit er blijkbaar nog niet in, terwijl dat amen is zeggen van, ja, ik geloof. Ja. En als mensen waren ook heel blij dat de kerk terug open ging. Ja. Dat ze terug konden vieren, echt waar. Ja. We waren er echt ieder hadden op te wachten. Ja. Ja, we hadden het met elkaar al wat over bidden, over breken van brood en eucharistie, over de gemeenschapsvorming, eigenlijk allemaal elementen die ons kerk maken. Wat is er zo volgens jullie dat maakt dat onze kerk echt in de gunst bij het volk, bij het hele volk is gekomen? Zijn er zo dingen waar je recent of verder in de geschiedenis zou naar refereren als we daarover spreken? Ik denk dat de kerk, dus die eerste gemeenschap, dat die zoveel aanhangers en sympathisanten gekregen heeft, omdat die zich openstelde voor iedereen. En dat ze geen onderscheid maakte. Dus mensen en vooral ook het telen, hè, zo. Hoe is die vers nu weer? We zaten alles in gemeenschappelijk. En zo de zorg voor mensen die niet mee konden. Die vroeger eigenlijk aan hun lot overgelaten werden en die nu eigenlijk, ja, als christenen, Jezus heeft dat voorgedaan, hè? Oog hebben voor tollenaars, voor boeren, voor melaatsen, voor vrouwen, voor kinderen. Al die groepen die eigenlijk in die mannenmaatschappij niet echt meetelden. Terwijl de christenen, die stelden zich open voor iedereen. Dus ook, ja, iedereen telde. En dat is toch wel. Mensen zijn
hoe zeggen ze nu weer? We zijn niet allemaal gelijk, maar we zijn wel allemaal gelijkwaardig. Het is ook wel belangrijk, denk ik, dat de kerk die zorgt voor mensen. Dat hebben ze toch door de eeuwen, hè, want vroeger scholen, ziekenhuizen, dat was allemaal vanuit de kerk, denk ik. En ik denk dat zo die zorg voor mensen, dat dat toch iets is dat de kerk moet blijven aandacht voor hebben. En zeker ook plaatselijk, hè. Dus ja, als je iemand weet die alleen is en dat die dan achters naar belt, dan kun je ook verwachten dat je dan een hele lange telefoon terugkrijgt. Ja, en dat moet er dan ook, alleen dat moeten wij toch wel kunnen, vind ik, als christen. Zo. Maar blijven aandacht voor hebben. En trouw blijven, hè. Aan Jezus, aan God, aan onszelf. En zo, want momenteel is het niet zo heel makkelijk, hè, in ons kerk, hè. Veel mensen zijn de band een beetje kwijt. Niet met de boodschap, maar wel met de boodschapper. Ja. Met Jezus. En ik vind het dus belangrijk dat wij dus de Jezus terug ter sprake brengen en zeggen van dat we eigenlijk toch, allee, Jezus, ja, daar begint alles mee. Hè. Ja. Dat we dat met enthousiasme doen. Hè. Tuurlijk. Dus dat vooral heel zien enthousiast. Dat dat iets van... Ja. Iets echt is, dat dat iets van ons leven is. En dat het waarlijk een blijde boodschap is. Ja. Wel, mag ik u dan misschien uitnodigen als we het met elkaar hebben over bidden en over een blijde en een levendige boodschap, dat we ook de daad bij het woord voegen, dat we ook samen zouden bidden. Onder de kruk vinden we een gebed. Renilde, wilde jij het ons geven en dan kunnen we misschien ons gesprek besluiten met samen te bidden. Heer, dank dat wij u herkennen mogen in de schepping en de schrift, in woord en brood van leven. Heer, als gij uw woord breekt en deelt, vraagt gij ook ons om het in de mond te nemen. Telkens weer moedigt gij ons aan om in uw naam te spreken, om in taal en teken getuige te zijn van uw woord en leven. Heer, schenk ons uw voedsel, uw kracht, om uw woord niet te verbergen in de schaduw van het leven, in de grotten van de angst. Laat uw woord in ons weer klinken, als een klank van vertrouwen, een loflied van hoop. Moge uw woord een echo zijn die nimmer dooft. Amen. Renilde en Maria, heel hard bedankt voor dit gesprek, voor de gastvrijheid, voor het samen bidden. Graag gedaan. Heel erg bedankt. Heer, laat mijn bidden tot u opstijgen als wierook, mijn geheven handen u een avondoffer zijn. Laten we het even stilmaken om dankbaar te denken aan wat er vandaag gebeurde. En vervolgens wil ik je graag uitnodigen om daar iets luidop van te noemen, iets waarvoor jij vandaag dankbaar bent. Ook ik zal dat doen. God, ik dank je vandaag voor de inspiratie tot gebed die wij mogen vinden op jouw uitnodiging. Ik wil je danken voor biddende mensen. En daarom bid ik ook graag met de psalm. Loof God om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige goedheid.
Loof God om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige goedheid. En als we terugdenken aan deze dag die voorbij is, zien we wellicht ook minder mooie kanten. Minder mooie kanten van onszelf of van het leven. Voor die dingen willen wij vragen om Gods nabijheid, om zijn heil en ontferming. En ook nu willen we bidden met een psalmvers. Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen. Laat komen uw heil over ons. Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen. Laat komen uw heil over ons. Ik lees een fragment uit de eerste lezing van vandaag, uit het Hooglied. 'S nachts op mijn bed zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Ik sta op, doorkruis de stad, zoek op pleinen en in straten naar mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Ik kom de wachters tegen die de stad doorkruisen, hebben jullie mijn zielsbeminde gezien? Nauwelijks ben ik ze voorbij, of ik vind mijn zielsbeminde. S'nachts op mijn bed zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Ik sta op, doorkruis de stad, zoek op pleinen en in straten naar mijn zielsbeminde. Maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Ik kom de wachters tegen die de stad doorkruisen. Hebben jullie mijn zielsbeminde gezien? Nauwelijks ben ik ze voorbij, of ik vind mijn zielsbeminde. Met de lofzang van Simeon mogen wij deze dag neerleggen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Heer, wees gij ons licht in de nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde kunnen oprichten bij het aanbreken van een nieuwe dag, door Christus onze Heer. En zegenen we elkaar met een kruisje. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.